gaan bos naar. We zitten hier nu op het station en we gaan zo meteen naar Balen, naar Anneke, op bezoek. Het is heel spannend, want we moeten toch wel een aantal overstappen doen. Maar ik ben er zeker van, dat lukt helemaal goed. Momenteel is er nog niemand echt op het spoor, het is echt nog vroeg, dus dat komt helemaal in orde. Dus voor lekker met ons mee. Dus we zitten nu op de trein richting Bergen. Wij gaan straks dan gaan we daar overstappen om 9 uur. Dus we gaan naar Lyon. We moeten er dus 4 uur meer hangen. Maar we gaan naar Lyon. Ik moet dus blijkbaar niet doen. Ik moet daar niet op doen. Ik heb al het dus op de deur. Dus het is heel erg veilig. Maar ik wil het wel. Ik moet helemaal op de deur. Lieve Sim. Ondertussen kennen we elkaar al bijna een jaartje. Wie had ooit gedacht dat onze vriendschap naar elkaar toe zo echt en oprecht zou zijn? Voor mij heb je een speciaal plekje in mijn hartje. En ben je meer dan alleen een beste vriend voor het leven geworden. Voortaan aanzie ik je meer als een stukje dat in mijn familie behoort. Je bent echt een toppertje en ben super trots op jou. Nu staat het nieuwe jaar voor de deur. Ik geef het voor jou een prachtige kleur. Rode golven van liefde en geluk stromen door je aderen. Ik meen het echt, het brengt je geen ongeluk. Het is wat jij allemaal verdient. Ik geef het je misschien wel als je beste vriend. Verlies geen hoop of moed. Ik help alleen al voor jouw lieve snoet. Vrolijke kerst en een gelukkig nieuwjaar 2024. Vanwege Anneke. Jouw zonnestraaltje. Dikke knuf. Oh, dat is zo mooi. Dat is zo mooi. Prachtig, prachtig, prachtig. Mooi, hè? Dat is echt heel mooi gedaan. Oh, dat is echt mooi gedaan. Ah. Dat is prachtig. Speciaal voor jou gemaakt. De kerstman. De kerstman. Echt mooi. Echt wel mooi. En we zijn trouwens aangekomen, dat je kunt zien. Sil is bij zonnestraaltje thuis. De zon en de straal. De zon en de straal. We zouden je cadeau eens geven. Oei, oei, oei. Ja, nou, een nieuwjaarsbrief, dat geeft meestal de van... Uw cadeau. Dank u, Peter. Het is wel breekbaar. Het is voorzichtig zijn, lieve schat. De plakband was op zeker. Ja. Het is duptape geworden. Ja, ja, maar dat is hetzelfde, hè, voor een cadeau. Ja, ja, dat is voor met zwijgen op te leggen, hè. Ik weet Durven kijken? Nee. Durven kijken? Ik kom wat dichter. Oh. Wat is dat? Wat zou daarin zitten? Wat zou daarin zitten? Oeh. Wauw. Oh, cool. En er zit een verhaal achter, mensen. Een verhaal. Wauw. Dat zal ik eens even vertellen, het verhaal. Ze zit altijd daar in de zetel, waar Caramel zit. En die houdt heel de tijd haar gsm vast. En ja, ik vond dat zo zielig. En ik zei, er moet een oplossing zijn. En ik heb dat gevonden en ik dacht, het was de laatste. Oh, merci, zielke. Hij komt juist op tijd, want ik heb zeer al met haar ondertussen al. En echt kan waar, mijn spieren. En ik hè? Kan dus ook, maar je moet wel nog een adapter hebben voor hem in te steken, denk ik. Ah, okay. Dat had ik ook nodig. Ja. Je hebt juist dezelfde als de mijne. Ah, kijk eens. Mooi, hè? Yay! Ik heb nog een verrassing voor jou. Dit is het kaartje. Oh, dank u. Anneke. En ik woon natuurlijk in de
Zonnestraalstraat nummer 40 in Balen. Voor Anneke Simba. Prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Siel, Kristeltje en Muffin. Oh, kijk. Ja, en was de voorkant? Ja. Mooi, hè? Een lief, schattig beertje. Dat is nummer 4, zij heeft mogen kiezen. Ja. Dus mensen, noteer Zonnestraalstraat nummer 40 in Balen. Wij zijn pepernoten aan het maken. Het filmpje kan je kijken op Koken met Bolstar op TikTok. Ik zal het ook wel delen op de vlog. Maar daar maak ik een aparte vlog van, dan sla je die wel op. We hebben er al een paar gemaakt. Die staan hier al. En je ziet, die zijn ook wel heel goed van kwaliteit. We gaan een spelletje spelen. En dat spelletje, dat heet Rummikub. En ik mocht er 14 nemen. En zij mocht er 14 nemen. En dit zijn mijn getalletjes. En natuurlijk ga ik winnen, dat spreekt voor zich. Ik ga winnen. Ik. Jij gaat niet winnen. Piet heeft gezegd dat ik moest winnen. We zullen zien dat de beste mogen winnen. Voilà. Het is een sale. Het is een sale. Je moet wel altijd die 30 kunnen afleggen voordat je... Oké, dus anders dan gaat dat niet. Ik heb dus geen chance. Nee. Dat is dat portfolio. Ja, eens goed kijken. Het is een U. Gaat er winnen? Zonnestraal of Bolster? Spannend. Ik ga in ieder geval winnen. Wacht, hè. Nee, wacht, is zo. Ja, ik zie het op zijn... En mag ik je het vragen? Ja. En waarom gaat je niet van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Oh, ja. Dat is waar. Goed gezien. Ja, maar ja, ik maak graag hoopjes, hè. Zo. Zijn er al content? Nee, ik ben niet content, jawel. Zie. Deze. Die gaat die joker pikken. Sinterklaas. En wat ga je daarmee doen? Je gaat dat zien. En ze hadden zaken ervoor. Fantastisch, hè. Ik ben aan het winnen, hè. Ze bedoelt eigenlijk, hij is aan het winnen. Nee, nee. Waarom belt hij nu? Kan hij niet binnen met de sleutel? Ja, ze moest bellen, hè. Want de klok deed het niet.
Wij zijn aan het wenen, dus. Ja, maar jij mocht niet in het zakje spieken. Dat heb ik niet gedaan, hè. Ja. Yo. Hallo. Yo. En dan zit daar nog eens in je pak, zeg. Ja, maar dat zou je nog kunnen doen, hè. Zo ver ben ik niet gegaan. Nee? Ik had het geen papier meer over aan een cadeau. Oh. Ja. Oh, dat is slim. Wie gaat er winnen? Alles ligt verkeerd, hè. Het is toch wel goed geklaard. Oh nee. Ik wil niet. Ik wil je nu. Ja, ik heb gewonnen. Nee. Ik heb gewonnen. Oh, nee. Oh. Ik zei toch. Ik ging winnen. Oh, jongen. Ik had ook uit kunnen zijn. Oh, nee. We gaan voor TikTok een filmpje maken. Ik ben er helemaal klaar voor. Ja, we moeten soms al eens heel gek doen. Dus, ja. We zijn er helemaal klaar voor. En dan gaan we zo. Ja, er zijn rechten op YouTube, hè. Dus, ja. Daar moet je een beetje mee uitkijken, natuurlijk, hè. Dus, dat is heel belangrijk. Dus, je hebt ook nog deze met. Deze heb je ook nog. Deze met. Dat is wel mooi. Te veel gordijn. Oei. Deze. Ze heeft hem weggeklikt, hè. Ze wilde niet dat je hem zag. Dat is de beroep op het. Ik heb het. Dat is ooit zo. Ik heb een filmpje gemaakt. De bedoeling is eigenlijk dat je gewoon zo doet. En dan moet je dat kussen aan. Hmm.
Of zit je te wachten? Daar zijn we. Oh, ik dacht dat je de foto gaat trekken. Wacht, we zijn... En dan hebben we zo'n foto's, hè? Jij zegt geen foto gaan trekken, hè? Jij moet meteen... Ja, we maken een foto, dat zie je toch meteen. Sus Anglis. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Er wordt een zware voorbereiding getroffen. Ze heeft zoiets moois, je moet dat nu eigenlijk zien. Zo prachtig. Dus is de kralen goed aan het zetten. Goedemorgen iedereen, we zijn vandaag een andere dag. Dus, en we zijn hier blijven slapen. Je wel kunt zien. Het was heel leuk, hè. Het was zeer leuk om te slapen. En ik heb op de zetel geslapen. Hier zo. Dus dat was wel heel goed. Dus je hebt niet altijd een bed nodig om te slapen. Een zetel is ook goed. En het was echt wel... heel goed. En we hebben ook nog een spelletje gespeeld. Dat heb je kunnen zien. 3 keer gewonnen. Dus, ja. Dat is alleen maar goed, hè. Dus, en dat vindt ze nog altijd niet leuk, hè. Dat ik 3 keer gewonnen ben. Nee, helemaal niet. Pak dat ik Monopoly zou spelen met haar. Hé, Monopoly. Als ik dat dan 3 keer zou moeten spelen, omdat ze dat zou winnen, dan zijn we lang bezig. Dan zat ik hier over een week nog. Maar Monopoly, dat kan ik goed. Dat moeten we eigenlijk eens spelen, Monopoly. Maar ja, als ik dat moet meebrengen, is dat altijd zo heel dingen, hè. Dus, we zullen een kerstman vragen voor een Monopoly te brengen daarin. We hebben hier van alles gedaan, hè, van heel veel dingen. Je wilt niet weten wat. Dus, van heel veel dingetjes. Maar het is echt wel plezant, hè. Het is heel plezant. Heel plezant. Dus, ja. Ja, wat dan? Plezier maken en fun maken is veel plezanter dan hal die naad en dat pesten op TikTok. Geloof me. Uw leven, hè, zal er heel anders uitzien als je plezier moet. Een goede raad. Zeg een puist als kapsen. Ja, het is echt, dat is plezant. Ik vind het ook altijd heel leuk om zo plezante dingen te doen. Dus hoe meer plezier je maakt en je laat je helemaal gaan, dat is het belangrijkste. Dat hebben we net ook gedaan, hè? Zo van dag lieve kijkertjes allemaal, ja. Dat doe ik heel graag, de dingen. Dus ja, dat is wel plezant. Dus mannetjes, vanaf nu wat meer plezier maken, wat meer lachen. En Lutien haat en dat pestgedrag op TikTok voor wat dat is. Want dat zegt meer over Ellen dan over ons. Bye! We zitten op YouTube. Maar dat is niet erg, want er zijn ook mensen die op TikTok zitten. Maar eerst op YouTube. Maar dat is helemaal niet erg. We zitten op YouTube. Als je kijkt op de televisie. Maar dat is niet erg.